Nijmegen gaat volgend jaar Carmelite Pater en hoogleraar Titus Brandsma groots herdenken. Hij stierf in Dachau op 26 juli 1942. In 2017 dus precies 75 jaar geleden. De Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein... gaat er het herdenken met een pelgrimstocht naar Dachau. Met diverse bijeenkomsten en een herdenkingsdag op 26 juli. In Nijmegen wordt inmiddels gefluisterd dat de heiligverklaring van Brandsma door Rome nabij is... Hij is al zalig verklaard, maar voor een heiligverklaring zijn wonderen nodig. Titus Bransma wordt in verband gebracht met enkele genezingen en die worden nu onderzocht in Rome. De leegstand in het centrum van Nijmegen lijkt langzamerhand steeds minder te worden. Nog niet zo lang geleden openden twee nieuwe woonzaken de deuren in de stad... en ook in het oude pand van Actiesport in de Broerstraat zullen zich binnenkort twee nieuwe bedrijven vestigen. I wish op the Sands and rituals openen daar binnenkort de deuren.